Nee, ja, zeker, tuurlijk. Je wilt altijd winnen, maar we staan er ook goed voor in de competitie. En je kan uitlopen, zeker nu we net te horen krijgen dat Alan Veen ook verloren heeft. Ja, dan is de periode natuurlijk ook wel lekker als je die zou kunnen pakken vandaag. Maar ja, dan denk ik een goede wedstrijd, verlies je hem toch, helaas. Als ik zeg, jullie begonnen een beetje slapjes, ben je het daar met me eens? Althans, zo zag ik het op de tribune, hè? De eerste 10 minuten, matig. Ja, zij bewint mee en daar maken ze meteen gebruik van, denk ik. Meteen lange ballen vanaf de aftrap eigenlijk al. Nou ja, met wind tegen is dat moeilijk wegwerken. Dan krijg je echt na 20 seconden al een corner om je oren. Ja. Daar zitten zij er lekker in. Dat is hun kracht, denk ik. Het zijn grote jongens. Dus dan word je meteen even met je neus op de feiten gedrukt. Maar na die 10 minuten die jij benoemt inderdaad, denk ik dat we het heel goed oppakken. En dat we eigenlijk constant balbezit gehad hebben. Ja. Toen kwam die 1-0 en toen zeker daarna zijn jullie echt meer gaan voetballen. Meer overleggen, meer druk naar voren toe, vond ik. Misschien dat het in het veld anders voelt hoor. Maar wel zo dat je dus in de eerste helft niet zo heel veel kansen creëerde. Tweede helft was dat een stuk beter. Ja, nou ja, na die 1-0 inderdaad, dat klopt misschien wel. Vaker zijn we 1-0 achtergekomen en... Nou ja, de ervaring leert dat we als we rustig blijven voetballen, dat we vanzelf wel scoren. Je hebt er bijna patent op? Nou, dat wil ik niet zeggen, want laten we het niet zo noemen. Maar we weten dat hij toch uiteindelijk gaat vallen. En we creëren inderdaad te weinig, maar we hadden wel de hoop dat hij nog zou komen. Maar het voetbal is heel goed tot de 16. Dan staan zij gewoon heel compact als een blok voor de goal. En dan creëren we eigenlijk te weinig, terwijl je toch goed tot die 16 komt. Ja, ik heb exact hetzelfde gezegd. De combinaties waren mooie vlotjes en dat liep lekker. Tot de 16, daarna kwam het er gewoon niet meer door. Het was een hele massief blok, een hele sterke verdediging, sterke mannen ook. Ja, nee, absoluut. En dan doen wij dat misschien ook niet goed door hem de tweede helft hoog in de 16 te slingeren. Want je weet dat je hem dan waarschijnlijk af gaat leggen. Dan moet hij echt goed vallen, omdat zij gewoon de bus geparkeerd hebben daar in die 16 met grote jongens. En wij zijn dan fysiek wat kleiner. Dus ja, je moet de voetballer doorheen zien te komen. En daar schort het een beetje aan vandaag. Goed, dan krijg je die 2-0. Hè? Dus, halverwege die tweede helft. En daar denk je eigenlijk op de tribune van, nou, nu moeten ze echt toch vreselijk hard gaan werken. Dat deden jullie ook wel. Het blok van die verdediging was zo loeisterk. Ik vroeg me af waarom jullie niet over de flanken proberen te spelen en een hard laag voorzetten. Want er staan 8, 9, 10, 12 mensen in de 5 meter. Dan komt altijd wat tegen iemand aan. Ja, dat is een goede vraag. En die zullen we denk ik onszelf ook al stellen zometeen. Want dat is natuurlijk, na die 2-0, dan denk je heel efficiënt. Maar dan kijk je op de klok en is het nog 20 minuten. Nou ja, 20 minuten met blessuretijd, dat is nog redelijk veel. Zeker voor een ploeg die constant aan het aanvallen is eigenlijk. Maar ja, dan doen we dat in de laatste fase inderdaad fout. En dan moeten we hem gewoon laag strak voorgeven. Zodat er hopelijk iemand, desnoods een verdediger, van hun er tegenaan loopt. Ja, en dat lukt dan niet. Maar Akker die prikt hem er toch in. En dan wordt het eigenlijk vrij snel 2-1. Ja. En dan heb je helemaal de hoop nog op in ieder geval een 2-2. En daarna misschien... Toen verwacht ik nog meer druk. Ja, wij ook. Ja, dat doen we dan misschien niet goed. Er komt Olaf Bakker natuurlijk in. Dat is altijd een geweldig plan B. Maar ja, die staat dan ook in die as daar tussen 3-4 grote gasten. Dan, dan moeten we het iets anders uitspelen voorin. Ik heb nog één vraag. Hoe heb je het ervaren waarom die goal afgekeurd is van Bons, van Mitchell in de eerste helft? Heb je enig idee? Nou, ik, op dat moment vroeg ik om uitleg, want eigenlijk snapte niemand er iets van. Want er wordt volgens mij een overtreding gemaakt op iemand van RKDS. Nou, wij spelen door en er wordt een goal gemaakt. Nou, ja, toen zei hij dat het buitenspel was en vervolgens kregen wij een vrije trap. Ja. Dus ik weet ook niet precies, ik hoor graag nog van hem wat dan precies de reden was van de goal die afgekeurd is. Er zijn beelden gemaakt, dus we weten of het buitenspel was. Ja. Maar ja, het is zuur als je hem dan wel krijgt, dan denk ik dat je een andere wedstrijd hebt. Maar ja, we verzaken zelfs vervolgens ook om hem te maken. Maar goed, het had voor de rust net even anders kunnen zijn met 1-1, hè? Dat bedoel ik eigenlijk. Met 1-1 ga je heel naar de rust in. Dan denk ik dat je de tweede helft meer ruimtes krijgt, want dan proberen zij toch ook wel weer wat. En dan win je hem hopelijk. Maar ja, wat ik zeg, we verzaken de tweede helft ook gewoon de kansjes te maken.